Dus ik neem jullie mee naar plekjes van graffiti of street art. Dus muurschilderingen. Dus jullie weten wel, graffiti, dat is een beetje een link met vandalisme, fout, negatief. Maar het is van graffiti tot street art. Dus jullie zullen het wel met mij eens zijn dat er hele mooie kunstwerken zijn. Nu, deze kaart die is uitgegeven naar aanleiding van het festival Sorry Not Sorry. Je ziet dat er heel wat spots zijn. Dus wij staan hier. En we moeten eigenlijk bijna terug op dezelfde plaats terugkomen. Dat is dus niet mogelijk om dat allemaal te doen. Dus ik ga zo weinig mogelijk vertellen, maar wel zoveel mogelijk met jullie stappen. Om jullie een idee te geven van de verschillende soorten graffiti en street art. De gelegenheid van de première, de Vlaamse première van Monuments Men, de film. De film die vertelt over hoe de geallieerden de kunstwerken in de zoutmijn hebben teruggevonden en die naar Europa alle kunsthuizen en alle plekken teruggebracht hebben. En dus ter gelegenheid van die film is er gevraagd door de dienst toerisme om op hun muur deze muurschildering aan te brengen. Op dat elektriciteitsdingetje staan er eigenlijk drie stickers. Dat is stickergraffiti. Dus om een politieke boodschap bijvoorbeeld uit te brengen, om reclame te maken voor een evenement. Maar de absolute favoriet is ons Gentse kortpaardje. Je ziet, er is wel iets vreemds aan dat paard. Als je goed kijkt, heeft toch bijzonder korte benen en is een beetje dik. Nu, het is een idee van een student aan het KASK. En die had eigenlijk ontwerpen gemaakt, schablonen gemaakt voor kinderen. Dus om eigenlijk ook vormen te leren kennen. En hij kwam op het idee, ja maar, niemand is perfect. Ook een paard is niet perfect. En vanuit dat idee is er een soort collectief ontstaan. Laten we dit eigenlijk verdedigen, dat niemand perfect is. En als je dat wil uitbrengen, kan je eigenlijk dat duidelijk maken met het kortpaardje. Als jullie door het hekken van het cafeetje heen kijken, dan zie je eigenlijk al een van onze meest gekende en ik denk ook degene die het meest muurschilderingen heeft gemaakt, die ook de cultuurprijs heeft gewonnen van Gent, namelijk Buet de Warrior. En dat zijn vooral het eerste hier, waar het kenmerk is, waar je kan zien dat het kenmerk is van Buet. Het zijn altijd hele leuke figuren. Dat je plezier kan hebben als je rondkijkt. Je mag absoluut graffiti niet negatief connoteren, vindt hij. En hij is daar volgens mij bijzonder goed in geslaagd. Het is de Gentenaar Roa die internationaal bekend is. Het zijn altijd zwart-wit tekeningen en het zijn altijd nogal uit de kluiten gewassen muurschilderingen. En dus ja, hier zijn, en ik zeg het altijd, het zijn de konijntjes. Ik vind het zo leuk om dan het verkleinwoord te gebruiken. Ja. Dus hier zitten we nog eens in het zwart. Hoewel de graveur eigenlijk ook in kleur werkt hoor. Dus het is James of Jameson, Jeremiah, gebruikt verschillende namen. Het is in overleg met de buurtbewoners, je ziet het ook, sst, hè, dat hij het erop gezet heeft. Dus ook een van de opdrachten. Dus wat heel typisch is, zijn die hele vreemde figuren die hij tekent. Zei ik, het is Buet de Warrior. Waarom de krijger? Omdat hij eigenlijk in die eerste filosofie van een graffeur is van ik doe het in weer en wind. Ik doe het dag en nacht. Dus ik daag eigenlijk ook het beleid uit. Dat is eigenlijk wel de basisfilosofie van een graffeur. En aan deze kant zie je dan ook weer Buet zijn naam staan.
Maar ik wil jullie aandacht vragen voor die eerste naam links. Fase. Fase is eigenlijk een van de alleroudste, daarom niet een leeftijd, maar ik bedoel een werk, graveur van Gent. En die is eigenlijk in het begin een paar keer opgepakt. Want hij deed iets illegaals. Dus dat kon eigenlijk niet. Nu, het is een goed moment om even vlug te vertellen over het beleid van Gent. Je kan namelijk op verschillende manieren de zaak aanpakken. Je kan dat preventief doen, dus dat er niet getaakt wordt, dat er niet geschilderd wordt. Hè. Of je kan eigenlijk ook groen laten groeien tegen een muur. Of je kan eigenlijk ook creatief daarmee omspringen. En dat is juist door een graveur te vragen, ja maar, schilder iets, spuit iets. En je kan ook curatief optreden, dus dan worden de dingen weggehaald. En je kan natuurlijk ook die artistieke en educatieve taak op jou nemen als stad. En dat hebben ze onder andere gedaan door op bepaalde plekken, zoals ik daarnet al zei, in het graffiti-straatje, om de mensen gewoon legaal te laten spuiten. Alles maar over elkaar. Hadden we meer tijd gehad, dan had ik spuitbussen uitgedeeld en mochten jullie ook spuiten. Yeah.